God kan niet afwezig blijven op het net, ook niet voor mensen die begaan zijn met het vak godsdienst. In deze close-up logt Braambos in op Thomas, een website die een sterkhouder is voor godsdienstleerkrachten. Mensen zijn vaak nieuwsgierig naar die naam. Sommigen denken dat het naar de ongelovige Thomas, naar de apostelen, zou verwijzen. Maar eigenlijk is het een andere keuze en verwijst het naar Thomas van Aquino. Die eigenlijk gekozen werd omdat hij wat symbool zou kunnen staan van iemand die de christelijke leer op een systematische manier, aangepast aan zijn tijd, kon uitleggen. En daarmee de patroonheilige van de theologen is en ook inspirerend kan zijn voor godsdienstleerkrachten. Maar het is ook een letterwoord, het is een afkorting, waarbij elke letter verwijst naar een component van Thomas. Theologie, de T, onderwijs, de O, en multimedia, de M. En de A en de S verwijzen naar actieve samenwerking. De bedoeling is eigenlijk om op een professionele manier kwalitatief materiaal en ondersteuning aan godsdienstleerkrachten aan te bieden, om dus de kwaliteit van het godsdienstonderwijs te optimaliseren en om leerkrachten godsdienst, die vaak ook geïsoleerd in scholen werken, met elkaar in contact te brengen, dingen te laten uitwisselen en een invoeling te laten brengen met kerk, met samenleving en met wat in de theologie gebeurt. We zijn in 2002 eigenlijk gestart. We hebben vorig jaar, dus eind 2012, hebben we ons 10-jarig bestaan gevierd. We zijn vrij kleinschalig begonnen, zoals elke website begint. Met een aantal enthousiaste medewerkers hebben wij de website eigenlijk gradueel opgebouwd. Er zijn continu instrumenten bijgekomen. Natuurlijk, in de beginperiode hadden wij nog niet zoveel bezoekers. Wij waren al zeer vreugdevol toen wij 100 unieke bezoekers per dag hadden. Op dit moment zitten wij aan een 5000 unieke bezoekers per dag, die eigenlijk een 30.000 pagina's per dag opvragen, wat dus een gigantisch aantal is. Klassiek is het zo dat in afbeeldingen in de middeleeuwen Thomas van Aquino altijd wordt afgebeeld met een boek aan de ene kant, een boek op zijn schoot en een pen om te schrijven, en aan de andere kant dat aan zijn oor altijd een duif wordt afgebeeld, die eigenlijk het influisteren van de Heilige Geest in zijn schrijven symboliseert. Als je nu gaat kijken naar het huidige logo van Thomas, dan zit dat daar eigenlijk in. Het is een boek die open ligt en er is een pen die van boven komt, die ook echt die transcendente dimensie van het godsdienstonderwijs aanduidt. Maar tegelijkertijd is het boek ook een duif. Als je goed kijkt, is het eigenlijk een fladderende duif, wat refereert naar het feit dat in goed godsdienstonderwijs de geest, de Heilige Geest, het enthousiasme, de begeestering, het zoeken naar wat de christelijke boodschap betekent, eigenlijk ook aanwezig komt. We houden in feite zoveel mogelijk de actualiteit in de gaten, omdat het leerplan vraagt om ook aan te knopen bij nieuwe ontwikkelingen die zich in de jongerencultuur voordoen, die zich in kerk en samenleving voordoen. En het voorbeeld van deze maand is inderdaad Twidden. Twidden is een samentrekken van Twitter en bidden. En eigenlijk gaat het om een manier waarop vooral ook jonge mensen via het internet opnieuw met gebed in aanraking kunnen komen. Waarbij mensen in een soort van gemeenschappelijke Twitterruimte gebeden naar elkaar toesturen. En die wat doet denken ook aan hoe klassiek in de kerk van eeuwenlang gebeden werd, vaak ook door het herhalen in litanieën van allerlei teksten die we dan ook in een gemeenschap liet verschijnen. Thomas bestaat uit een verschillend aantal databanken. Nu, om er een aantal bij naam te noemen, de videodatabank, de fotodatabank, een gedichtendatabank en zo verder. Dat zijn eigenlijk grote databases van foto's, video's en zo verder. Wat wij bij Thomas eigenlijk proberen te bereiken, is dat mensen van onderaf inhoud aanleveren aan Thomas. Dus als wij een databank ter beschikking stellen, dan zorgen wij er van in het begin eigenlijk altijd voor dat mensen zelf die informatie ook gaan aanleveren, zodat de informatie niet enkel van ons uit gestuurd wordt.
Dus wij leunen echt op leerkrachten, geïnteresseerden en zo verder, dat die hun interessante impulsen in Thomas insturen. Als praktijklector kom ik inderdaad in contact met vele leerkrachten godsdienst over heel Vlaanderen. Vele van hen zijn heel tevreden over Thomas omwille van de sterke inhoudelijke input, maar ook het vele didactische materiaal, zoals filmmateriaal, fotomateriaal, muziekmateriaal, dat ze direct in de klas kunnen gebruiken. Velen zijn ook heel tevreden van het feit dat ze kunnen samenwerken met andere leerkrachten over eigenlijk heel Vlaanderen. En als ze ook vragen of noden hebben, dan wordt dat ook aan ons doorgegeven. En brengen wij dat eigenlijk terug of koppelen we dat terug naar Thomas en ook breder naar onze faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Ik merk dat heel wat parochies, heel wat jeugdbewegingen bijvoorbeeld, sociale organisaties van christelijke signatuur, ook de weg naar de Thomas-website vinden, omdat je daar eigenlijk een leesbeschouwelijke selectie krijgt van bruikbaar materiaal. Ik hoor zelfs van collega's, professoren hier van andere faculteiten, dat ze maandelijks de dossiers volgen, omdat elk dossier eigenlijk inzicht geeft in een bepaald actueel thema, maar dan met een christelijke bril kritisch in de diepte, in haar complexiteit geanalyseerd wordt. En iedereen is welkom op de site, dat is het voordeel van internet.